Het maken van wetgeving voor de ICT-sector in Suriname is evenals cybersecurity erg belangrijk. Om dit beter op gang te brengen, evenals het vastleggen van een ICT-baseline in Suriname, werden er de afgelopen 2 weken met verschillende partners uit de ICT-sector gesprekken gevoerd. De resultaten uit deze gesprekken werden vanmorgen gepresenteerd. De directeur op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Rafiq Ilahi, zegt dat dit onderzoek belangrijk was om precies te weten hoe de ICT-sector beter tot ontwikkeling te brengen. Dit is de eerste stap in de samenwerking tussen de verschillende partners in de sector. Kijk, wij zijn één instantie binnen de overheid, maar de overheid is één en ondeelbaar. En we gaan die effort samen moeten doen om te komen tot een beter climate voor de ICT-sector. Het ministerie van Onderwijs is tijdens dit traject een van de meest belangrijke partners. Het is de bedoeling om vanaf de schoolbanken een fundament te leggen voor verbetering en de nodige stimulans hierin te bieden. Ook wordt er gekeken naar de positie van Suriname op internationaal niveau. We moeten de mensen ready maken. En er zijn een paar bevindingen op dat gebied en die gaan we dan delen met hun voornamelijk. We hebben potentie, er zijn wat uitdagingen. Maar tegelijkertijd hebben we dus ook een competitie gewonnen in het Caribisch gebied bij de IDB. En we kregen daarvoor funding om een aantal zaken te veranderen. Dus de baseline zal gebruikt worden om te kijken welke dingen we snel kunnen veranderen om het klimaat beter te maken. In dat kader zullen er in de komende periode consultants komen in beeld die verschillende acties zullen ondernemen om de climate van het ICT-landschap een beetje te verbeteren. De resultaten zullen worden vervat in een rapport dat met elke partner in de sector zal worden gedeeld. Gezien de ICT-sector ook een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de economie van Suriname, moedigt Ilahi de overheid aan om al de nodige actoren in orde te brengen.